Nog de motards, hè? Dat is nog ergens een moorlezer. Shock. Twee doden. Ja. Ik heb die zien gaan, ik heb die zien vallen, ik heb die zien... Je moet dat venster draaien. Dat dan lijkt het nou also with coke. Voor dat beter te kunnen zien. Dat is het taste also that I'm trying to do. Hey Frank, we zijn er weer al eens bij, hè. Claudine, jij ook, hè. En jij ook, Peter. En de Paul ook. Dat is gewoon leuk. Alles is afzonder. Alla. Ja, dat meisje moet betonnen van die motjes, hè. Ja, dat is erg. Een life experience, hè. Maar binnen zoveel jaren, als we die video gaan zien, gaan we niet meer weten waarover dat gaat. Ja? Ja? Dat is berekend, hè. Ik ben wel bijna zeker. Ik heb een keer gehad. Mijn vrouw wordt er gewoon onder. Ik weet niet wat hij gezegd heeft. Haar een telefoon met zijn ogen opgeven, waar hij niet bij is. En ik heb mijn naam en mijn telefoon in mijn gezicht. Ik heb weer misschien niet terug is ernaast. Dat is een pispaaltje. Alles in één. Alles in één. En niet vasthouden. Nu, waar? Nee, kijk, je ziet dus niks meer, hè. En vol? Not impossible. Ja, maar... Door ze, want ik ga met mijn karter tegen die stenen zitten. Kom een beetje nog, Frankie. Allee, ja. Kom aan. Dat je direct tot beneden zit. Ja, vandaar helemaal van boven. Nog naar rechts, naar rechts, naar rechts. Dat is... Filip, op de snee. Nog een keer. Frankie, alles geven. Benen open, hè. Benen open. Ja! Het is van broeknat. En de CBS gaan we een beetje moeten leiden, maar dat zal gaan. Onnozel, hè? Maar dan moeten we een auto op de route pakken, maar niet terug. Dat vind ik niet goed. Ja, dan gaan we langs Prademolo, verder Andorra. Maar als je dat moet doen... En dan keren we terug, hè? Naar Frankrijk. En dan gaan we ook een betere weerkant hebben. Langs de onderkant van Andorra in plaats van langs de bovenkant. Kijk, David komt er daar zijn mannen! Wat is dat nou? De pap!
Fourth dimension, who is coming out of the mug? Ladies and gentlemen, may I present you to presenting you tonight in the show, here on the top of Les Pyrénées de France, Mr. Dr. Ian G. Mr. Roland! Hey! Hey! Thank you! Ik heb je motto daar al gaan zitten. Is over there. Ik heb je motto daar gaan zitten. Ja, ik ben al naar hier geweest. Ja. Wacht, jongens, wacht, wacht. Even de stenen wegduwen, dat is mijn specialiteit. Gewoon op de achterwiel aan de voorkant. Oh, de koers pakken. Oké, pak je de koers? 1, 2. Ik zal het niet drukken. 1, 2. Hop! Oh! Leeuw, leeuw, leeuw! Oh! Wacht, 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 draai! Wiel draaien, wiel draaien! Oh, stop! Hey guys, geef eens een lap op. Ja, dat gaat allemaal een beetje mee. Hoe kan je dat stopzetten? Gewoon op dat knopje duwen. Welke? Dat die. Kom maar. Dat best niet, joh. Dat wil je ons bordje hier. Aioli por todos, hè. Een klein stukje op. Hebben ze de pickles nu gebracht? Nee, de mayonaise is daar. Een tartiflet voor die dat deze morgen geen eieren gaat hebben. Deze morgen hebben we frieten gegeten. Anders komen we niet aan 3 keer per dag frieten. We eten 3 keer per dag frieten. Dus moeten we frieten eten. Ja, we zullen moeten, geen keus. Ja, dat is absoluut een soep. Oké. Le temps que le chef prépare, c'est oui. Interessant, là. Dat weet je wel, dat is verschrikkelijk. Ah, dat toch wel. Toch alors regardez un petit peu, vous avez le Corbière, vous avez celui-là, il est côté de Perpignan, vous connaissez Perpignan? Oui. Guys, il va faire du beau temps. Avec quelques oranges, mais à part ça, du vraiment du très beau temps. Het is droog, dat is voornaamste. Ik denk dat we dat beter volgende week doen. En nu de pit. Vous n'avez pas la tenue et nous, on ne sait pas se tenir. Donc, ça revient au même.
Iemand dat gezien of wat? Ja, zeg, nog iets, ja. Dat zou toch toch geweest zijn? Jij zou niet liever hebben dat Patrick, ik, hè, de Frankie is onder nacht vallen. Ja. Misschien door de vocht, hè, dat die boezie niet... Ik zou even wachten en dat allemaal opgeven. Nee, dat is verder. Lucky that you were not on a motorway, hè. Is dat zo, dan? No, maar heeft hij no. Hem gedemonteerd thuis? Zeg, maar ik vind toch volgende keer hè, dat je moet je onderhoud voordien doen. 3 uur later, eerste poging tot welslagen. 6:25 later zijn we nu aan het afplekken. Ja. We gaan terug slapen voordat we deze morgen geweest zijn. Hè. Op hier op 5 kilometer voeten. Stenen zo, van die Antuinen stenen. Staat op voor welk jaar? 95. 18 juli 95. Fabio Casartelli. En zijn ze vertrokken? Nee, die hebben geen kabel. Zijn ze niet vertrokken? Nee, ze hebben geen tv op. Ik heb geen kabel televisie. Oei. Oh, dat. Mooi. Dat ziet er niet slecht uit, hè? Oh, dat. Oh, jong. Sorry. 12 euro. Dat is geniet, hè? Shit. Yes. Is het empty, hè? Klopt, klopt. 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 En waarom noemen ze mij dikkers Frankie? Van ben hij, hè? Van ben hij. Gisteren nog meer? 148,10. Pak 150. Is het meer? Ik zeg het heel mak. Dat is jong, hè? En ze zijn schouders en ringen. Dat is mijn kat toch ook plezant. Inderdaad, heel plezant. Helemaal! Oh, die komt op de van Take a Picture. Het begint ook niet, hè? Want het is een gratis vandaag. Dat is niet beter. Dat is ook wat beter, toch? Wat wil je zien dat je dat vindt? Niet goed, maar wat één. Dat wordt van vrijdag minder, dat geluid. Ja, dat begrijp je dus niet, hè? Dat is omdat dat tuttig is. Dat moet je wisten, hè? Dat moet je wisten, hè? Dat moet je wisten, hè? Kijk nu wat, ik heb niet gevolgd. We waren bezig over de fundamentele belangrijkheid van een zorg in het stelsel. En ik kom dit daar weg, we zijn af. Heb ik een zin in dat buksje? Kramp, joh.
Bon, alors, merci beaucoup. Allez, au revoir. Et à une de ces années, hein. On vous enverra des gens de la part des chocos. Synchrone, hein. Avec des frites aussi, monsieur la frite. Oui, 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 oui. Frites. Mais si vous voulez des frites, je vous mets des frites. La même chose. Des frites. Oui. Les dobs avaient des frites. Ok, donc tout avait des frites. Tout avait des frites. Mais qu'est-ce qu'il y a d'un peu, non? On va faire un affaire rapide. Dan is het een heel stuk. Ja, dan is het autostrade. Ja. We beginnen met een naam. Dat is niet, maar er is dat. Daar. De twee, hè? Twee. Wacht, ik ga even zoomen. Zeg, wanneer? Ja, ene forelle. Voilà, pour le monsieur. Ik heb nog in Zwartberg gewerkt. Oui. Ja. On vient de la Belgique, hè? Oui. Ah, maar ja. Ah, oui, oui. Il dit ene forelle, hè? Ja, ja, maar dat is het schnit, au schnot. Au schnot, ik weet het. Mais c'est le forelle ou la forelle? La truite. De Spandel, hier juist, daar de vallei van Dinges en daar de vallei van Spul. En dat is de kol. De klank van muziek zweeft door de bergen. In elk geval, vandaag zat niet eigenlijk als gisteren. Oeh, waarom? J'ai mis ce qu'il me faut, hein, mon ami. Tegen 7:30 vertrekt de camion met warm water uit Pamplona. Ja. Dus het is nog niet de moeite van te vroeg op te staan. Zeg, dat de zon in het noorden opkomt. Is dat goed dan? Yes.
Want ik weet voor de States, dat is niet simpel, hè? Om dat dus te zien. Ah. And how is the sound? Thank you.
Sky and up a cloudy draw.